Dames, een hele bijzondere dag voor jullie. Nederland verliest, maar jullie pakken een hele mooie zege hier. Ja, tuurlijk. Het is jammer dat we verloren hebben. Maar ja, het is wel heel speciaal dat wij mochten dubbelen tegen Venus en Serena. En ook omdat het onze eerste keer in zo'n groot stadion is, voor het eerst dat wij samen spelen. En ja, ik bedoel, tegen de Olympisch kampioenen spelen, dat is al echt ongelooflijk. Demi, voor jou moet het ook een hele speciale dag zijn. Ja, echt ongelooflijk. Voor zoveel publiek spelen, dat was voor ons allebei de eerste keer. De eerste keer samen spelen en dan tegen zo'n koppel. En natuurlijk, we hadden de ontmoeting al verloren, maar ik denk wel dat dit weer laat zien wat wij als een team kunnen en hoe wij de hele week getraind hebben. Dat we iedere wedstrijd gewoon vol gaan en of we nu al verloren hebben of niet, we hebben er echt van genoten. Ja, Paul, pak jij er gelijk ook even bij. De dames gingen er echt voor staan, hè? Ja, fantastisch hebben ze gespeeld. Het was echt onder indruk. Ze hebben het hele weekend langs de kant gezeten en daar word je toch op een gegeven moment een beetje moe van. Maar zo die wedstrijd aangepakt en met super energie en dat was echt heel erg goed. Ze moeten vaker spelen. Kleine pleister op de wonden dan toch? Ja, ik bedoel, wij hebben gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld en tegen ongelofelijke mensen, dus wij zijn heel blij. Dit is er echt eentje voor in jullie plakboeken. Dat zeker weten, maar ik denk voor ons allebei de hele week. Richel die heel hard gevolgd heeft, Aran die er vol voor gegaan is. We hebben eigenlijk wel een mooie week gehad, alleen jammer dat we natuurlijk verliezen. Maar van tevoren wisten we dat het heel moeilijk zou worden. Maar we hebben er uiteraard van genoten, ja. En dit maakt misschien het rotgevoel een klein beetje beter? Ja, we gaan met iets beter gevoel het vliegtuig in straks, als we die halen nog. We gaan racen, bedankt allebei. Ja, graag gedaan.